Ik wil jullie allemaal dadelijk heel veel succes wensen in die unieke recordpoging. Ik ben ontzettend blij en trots dat jullie onze gasten vandaag zijn. En over 2 uur na 100 minuten zien we elkaar weer. En dan horen we of het gelukt is. En in ieder geval een hele fijne verjaardag. Dankjewel. Je weet hoe je bent, wie je bent, wat je bent, hoe je eruit ziet. Het gaat er ons om dat je hier kunt zijn wie je bent. En dat we respectvol met elkaar omgaan. We hebben het gewoon over diversiteit en we zeggen altijd, het gaat zich erom dat mensen respecteren zoals mensen zijn. En dat anders is dan anders, ja, dat moeten we dan maar voor lief nemen. En als ik zie dat jonge mensen daarvoor gaan, hartstikke mooi. Proficiat. Dat is dan vanuit de heemkunde, moet dat dan komen, dat we het samenstellen, hoe dat tot stand is gekomen om het te restaureren, de obelisk. En door wie dat is gedaan, via de gemeente Mone Wanders, Vater Leo Diessen, Abdijs in Benedictusberg, samenstellen en dat we dat, en wie niet gerestaureerd is en wie niet veerdig is, en op welke datum die brief in de obelisk is gelegd. En dan kunnen lui laten als het afbreken. Kunnen ze het en steden in het archief van de heemkunde vermeld. Dus het is altijd interessant. Hè? Nu kunnen we dat doen, straks niet nu. Dat is belangrijk. Vind ik wel. Of in een koker, als een koker. Ja, of een koker. Een normale is in een koker, maar die kind ook in de. Ja. Die garantie geef ik tot nu al 50 jaar. Dus over 50 jaar kunnen we nog aanspreken erop. Doordat ik in het Verves, de vroegere Mennonietenkerk, woonde, word ik verbonden aan de geschiedenis van Vols, dus aan Van Klaarmond. Jij nou voor mij was in fabriek en zijn woonhuis. Een jaar of 30 geleden had ik
Een kopergravure kan gelden, waar meerdere verzoend. In dit ziet worden van schilderijen, wanneer ze veilig worden, een kopergravure gemaakt. De schilderjong dan door de opdrachtgever met die kopergravure, om te laten zien wat hij gemaakt had. Het leuke van die kopergravures is ook dat ze kan zien welke eerst gemaakt zijn. Want hoe meer dat er gemaakt werden, hoe grover die lijntjes werden. En op een gegeven moment werden die platen voetje open. Omdat niks fatsoenlijks meer roes kunt dan. In 2009 was ik op bezoek bij de Jean Kols, die een fantastisch huis verbouwd had. En de Jean vroeg het, wil ze mijn huis zien? Wie verdurgt het huis lovende? Bleek bij de Jean ook zijn kopergravure te hangen. Daar kwam voor wat ze moelen. En de Jean zei aan mij, het schilderij kan me nu gelden. Het staat op internet ergens. Daarna had ik nooit gezocht waar dat daar was. En dat bleek ergens in een voorstad van Londen. Dat een handelaar was wat dat te koop aanbiedde door. Ik had met hem gecommuniceerd. Een aantal keren gemaild en gebeld. En op een gegeven moment ben ik dus erheen gegaan. En had het schilderij toen kunnen meebrengen. Het is geschilderd wie van klaar in 1793. Dus van Claremont was toen 65 jaar. Het is dus nu 219 jaar oud. Het is geschilderd door Johan Peter Langer. Johan Peter Langer, die reisde veel in dit ziet en is ook een ziet aan de Rembrandtschool in Amsterdam geweest. En het schilderij is geschilderd in Rembrandt-stijl. Dus alle aandacht geeft eigenlijk naar het hoofd van Claremont. En ook overal wat het schilderij ziet, ligt het. Als ze ook contact had met het schilderij, dan kijkt Claremont zich aan. Er zijn al beschadigingen om. Dus die moet ik met monoliet die bijwerken. Kijk, en dat krijg je dat, omdat het geschilderd is, krijg je dat natuurlijk heel duidelijk te zien. Hè. Hij ook, ja, heel stuk van deze rand is weg. Dus die moet ik gaan bijmaken met koperen schroeven. Misschien geen draad erin. En dan koper draad en dan het bijmaken weer. Hè. Is het de voorkant geweest? En hier kosten ze waarschijnlijk in die gaten de blinden op gaat vastzetten. Ze dus hebben al een leven in een huis gehad als raamdorpel en die hebben ze later hier in obelisk verwerkt. Vooral in de loop die nu gaat komen, daar wordt het veel gebouwd. Er is ongeveer de helft ervan wordt gebouwd. Er zijn nieuwe gekomen, die zijn in de werkplaats weer gevreemd geworden op de oude meneer.
En die loggen we nu zetten. En zo hebben we log voor log opgeschreven. Laag 32. Laag 33. Alles opschrijven, dan werd ze daar nog. En meneer Wallis heeft hier wel op de oude manier gefeind dat het extra grof is, dat het beter met deze steen past. Als er scher in de steen zit, dan boven naar links en rechts een geetje. Dan zet ze er RVS krammen in, een soort U, een niet. En die verliemen we met epoxyhars en een uur later met restauratiemorgen wordt dat bijgemaakt. Dus er van de buitenkant niks meer van zuur is. Vind ik dan interessant om ook veel over die betreffende lui te lezen en over hun ontmoetingen met Van Clermont. Wat schreven ze over Van Clermont? Bijvoorbeeld door Goethe had over Betty van Clermont geschreven, wanneer je me goed herinnert, in een boek wat nu nog te vingen is, nog te slaan is, die wonderbare Hollanderin, noemde ze Eurens. En het toneelstuk Herman en Dorothea, dat zou je baseerd zien op de Johan van Clermont en het Betty van Clermont. Zo werd althans door professor Liese, die de levensbeschrijving gemaakt had van de van Clermont, zo vermeld. Door hangen in het mausoleum had hij voor zijn vrouw een mausoleum te bouwen, want hij was zo verliefd op zijn vrouw. Die houden een zo gelukkig huwelijk. Die houden ook zes en kinderen. Dus dat niet omdat ze daarom gelukkig waren. Maar wie die vrouw namens gestorven was, houden jij in gezien wie voor ze werken. Mm-hmm. En dan moeten die mensen zijn de oren knopen, dat ze daar denken, zolang wie die vrouw nog leeft, wat die allemaal van kan betekenen. Waar? En toen had hij dat mausoleum voor haar laten bouwen. En waar hij uit het kasteel, daar op de eik, dat zomer, dat was die studiekamer. Dat was het enige zomer, dat Janse kasteel, wel blik had op dat mausoleum. Dus toen wil hij nog eenmaal naar kijken. En dat niet romantisch is, dat weet ik niet, waar? Toch? Kijk, wenn sie gut gibt, ist sie durch wie Böhm das Hüschen. Ja, das ist ein Mausoleum. Ja. Sollen wir uns gut bei ihr kicken? Cool.
vervingen Heijingen van Clermont mee terug. Het wonen Waal van Clermont nog in Engeland en in Frankrijk. Wie ze het stamhuis jongen restaureren, toen had de architect had contact opgenomen, of de gemeente had contact opgenomen met een nabestaande in Parijs. En die had hun ook zeichningen en dergelijke laten zoekomen, zodat ze het verantwoord konden restaureren. Maar in de ondernemerswereld is de naam van Clermont niet meer voorgekomen. Je kunt ze ook wel zien, hè, vanaf ongeveer hey, tot daar heb ik het wel gans weg. Dus dat heb ik nu met koperen schroeven en nog eens gewapend met koper draad. Dus dat zit weer goed vast. En dan heb ik, je kunt ze hey, heel goed zien. Dat is echt de monoliet nog, zoals het nog niet bewerkt is. Dan heb ik dus wel een gans stuk weg. Daar heb ik dus nu monoliet opgedaan. Een monoliet is op een natuurbasis. En als, dat kunt ze dus ook kleuren, dus met verschillende soorten pigmenten. En hier heb ik dus het wit bijgedaan, omdat die erosie de steen helemaal wit heeft gemaakt. Kijk, als ik dat nu erin doe, dan krijgt ze dus, als die gedrugen wordt, die kans donker van kleur. Maar als ik nu gewoon schuren, dan kunt ze zien dat er in de kleur van de steen kunt. Als ik nu even zoek, het is wel even om te laten zien. Kan ik het eens even wegblozen? Die kant. Hier kun je dus zien dat de kleur ongeveer dezelfde is als de erosie van de steen. Als je dat voorzichtig kunt zien, is het niet te hel. Het is toch op een met het leenbasis, hè? Dus ze moest het toch een beetje. Ich habe Ansichtkarte gesehen aus 1915, 1915, da weiß ich nicht mehr. Da steht ob Napoleonsäule. Die Leute daten tun, dass das Ding gebaut wurde, ter Erinnerung an Napoleon und mit Name an seine Frau Josephine de Beauharnais. Aber das kann ja nicht stimmen, weil in 1790 wurde Napoleon noch mehr ein Sergeant in der Lehre. Der war dann noch nicht so weit. En het Josephine de Beauharnais, de vrouw van Napoleon, die is pas in 1804 naar Vals gekomen. Die had Vals bezoekt, die is onder andere ook hele bloemendaalje weer. Toen werd er Johan Arnold, die was toen al dood, maar die had toen de zonen bezoekt. Maar het kan dus niet zo zien dat er Johan die zuil had opgericht ter herinnering aan de Napoleon. Ja. Het heeft toch wel eens, niet een obelis, het heeft toch wel eens piramide. En wat ik frappant vind, is wel dat er Johan van Clermont ook in het mausoleum, op die graftombe, ook een obelisk kan laten aanbrengen. En dan zie je dat hem dat toch gefascineerd had op een of andere manier, die nult, die piramide, wie ze zelf aan het noemen. Dat die ook op de graftombe losmaken, misschien als een soort waardzeichen van hem. Dat weet ik niet. Maar dat is wat veel mensen niet weten, dat diezelfde obelisk ook op zijn graftombe in het mausoleum staat.
Nou, dit is het moment om de oorkonde in de obelis te plaatsen. Het is eigenlijk wel een heel mooi moment, omdat we hier zitten op het fundament eigenlijk van het begin van de eigenlijke obelis die straks schuin naar boven gaat. Ja, het is misschien toch groot als ik misschien zie wat er precies in de oorkonde staat. Het is heel kort en krachtig weergegeven. In het Nederlands staat erop in het jaar des Heren 2012. Staat erop toen Hare Majesteit Beatrix koningin der Nederlanden was. Theo Bovens gouverneur van de provincie Limburg. En Recht van Loo burgemeester van de gemeente Vaals. Is deze obelis grondig opnieuw gerenoveerd. In 1790 is deze obelis opgericht door Johan Arnold van Clermont. In 1728 tot 1795. En daaronder staan dan de namen van de gemeente, van de burgemeester, Recht van Loo. Dan ondergetekende de steenhouwerij De Vier Gekroonden van de abdij in Namelis. Dan Wegebouw Curvers door Harry Curvers. Dan door de firma steenhouwerij Mone Wanders, ondertekend door Hein Wanders. En als laatste de heemkunde, daarvan de voorzitter Sparla, Peter Sparla. En de secretaris van de heemkunde die ook hier nou bij is, Leo Jongewoord. Nou, dan gaan we hem plaatsen in de obelis. Ik hoop dat u niet naar beneden valt. Anders hoor je een goed geluid. Daar gaat hij dan, hè? Daarin. Hij wordt straks nog een beetje met folie bedekt. En dan heb ik nog voor alle zekerheid, want je weet nooit. Kijk, daar heb ik nog zitten. Een medaille van Benedictus. Die gaat er ook in. Opdat de obelis spaar mag blijven van verschillende rampen. En dat hij altijd op zijn goede fundament mag blijven liggen. Zo. Ik vind het wonderbaar wie het gemaakt is. Ik vind de renovatie prachtig gelukt. Niet alleen de obelis, maar ook de vijver eromheen. Ik sta dat weet je het in een eekse door je duidt. Maar ik vind dat het een speciaal effect had. Ook een ruimtelijk effect, door de manier wie ze het aan het aangelaat. En ik ben stolz erop en vind het schön vervals dat het zo je is geworden wie het nu daar staat. Ik vind de obelis mooi, omdat die ja, mooie steen eromheen is. En ik vind het water eromheen mooi. En ik hoop ook nu dat er vissen in komen en zo'n waterplanten. Want vroeger waren er ook waterplanten, maar die waren al oud. En toen was het niet zo mooi geworden. En ik vind de obelis nog veel mooier dan de oude obelis.
Ja, wie er nu aussieht, han für nooit gezien. Wahrscheinlich alleen dat van Clermont en zijn medebewoners, zal ik met zeggen. En ik vind het prachtig geworden. Ik schmenge is er niet alle kleed, er moet nog je trunk drumherum. Maar het is wunderbar. En ik denk dat er Walser stolz is dat de warme daar zo staat. Dreimal heb ik de obelisk gemalt. De eerste keer 40 jaar geleden. Dan nog eens gezeten, dan nog eens een schilderij op een maat. Immer kromp, vervallen. Maar ik stond lustig in het beeld. Soms, de laatste jaar, heb je het idee, er werd verjezen. Bis dat ja, de twee Leo's komen. Doch eerste, de ongekroonde koning van St. Tolbert. De tweede van de Benedictusberg. Ja, en de derde, zou ik zeggen, is toch onze burgemeester. Hij heeft recht en het zal recht komen. En dat had hij door. En nu moest ik vielleicht hem nog eens een vierde mol maken. Stram en nieuw. En voor de nächste eeuwigheid.